Yara Slashkill produceert minerale meststoffen. Minerale meststoffen maak je van aardgas en lucht. Van de aardgas gebruik je de waterstof, van de lucht gebruik je de stikstof. Waterstof en stikstof geeft ammoniak. Als je ammoniak verbrandt, krijg je salpeterzuur. Salpeterzuur samen met ammoniak geeft ammoniumnitraat. In al die processen hebben we water nodig. Yara koopt ongeveer 5 miljoen water aan en van die 500 miljoen gaat 300.000 kub aan de ene kant van de fabriek weg en 250.000 kub aan de andere kant van de fabriek. Die proceswaters bevatten nog stikstof en wij proberen met behulp van algen de stikstof te recupereren. Op dit moment hebben we twee biobased gerelateerde projecten. Het ene is het kweken van olifantengras op vervuilde grond. We proberen het olifantengras en te gebruiken voor de vezel en te kijken of het een reinigende werking heeft. Het andere project wat we doen is het kweken van algen om door middel van algen de reststromen te halen uit onze proceswater. De kansen voor biobased zijn om door middel van algen te zorgen voor de toenemende voedselvraag in de wereld. Dus algen kunnen een ondersteunende rol hebben in het voorzien van de voedsel voor de wereld. De bedreigingen van biobased, op het moment dat je algen wilt gebruiken om proces te reinigen. De algenkweek is niet stabiel rondom het jaar. Nou, een van de tips die ik mee kan geven is hoe kun je de algen gebruiken als voedsel voor mensen op een zodanige manier dat het ook aantrekkelijk is om de algen te eten. In principe kun je algen kweken als het water voldoende stikstof, fosfaat en koolstof bevat. We hebben gekozen voor een open raceway, omdat een open raceway goedkoper is, robuuster en gemakkelijker te gebruiken. De algenkweek in ons geval in open vijvers blijft stabiel. Afzet naar het potentieel voor de algen die wij hebben is inderdaad de minerale meststof, dus in toegevoegde waarde voor de planten. En als voedsel voor kippen en koeien.